Zingen met vibrato. Hoe doe je dat? Wel, daar kijken we vandaag naar. Zangles met Maggie.be. Hallo, mijn naam is Maggie van Zangles met Maggie.be en ik ben hier om jou nog beter te leren zingen. Op een heel ontspannen manier, maar zonder je tijd te verspillen. Wil je graag het beste uit jezelf blijven bovenhalen? Abonneer je dan zeker op dit kanaal. Zo blijf je elke week op de hoogte van nieuwe tips en tricks in verband met zingen. Vandaag gaan we kijken hoe je kan zingen met vibrato. Nu, voor je gaat zingen is het belangrijk om je stem op te warmen. Download Vliegensvlug, mijn ultieme opwarming. Die kan je in de beschrijving hieronder terugvinden. En helemaal gratis krijg je een PDF en MP3 die je stap voor stap begeleidt om je stem op een gezonde manier op te warmen. Klaar? Hier gaan we. Oké, vibrato. Als je zangtechniek hebt, kan je dat in twee grote delen opdelen. 1. Effecten en 2 stemkleuren. Stemkleuren, dat is bite, twang, cry. Daar heb ik allemaal al video's over gemaakt. Effecten, dat is bijvoorbeeld fry. Daar heb ik ook al video's over gemaakt. En vibrato kan je ook in de effecten terug gaan vinden. Vibrato is als het ware het ding dat je doet als je een noot gaat plooien. En je hoort het als een trilling. Dus stel dat ik een noot zonder vibrato zing, dan heb je... dat is heel plat en lang. Met vibrato krijg je... Hoor je het? Nu, die vibrato kan je dan wat trager maken of wat sneller maken. Maar dat zijn al details. Eerst, vandaag is ons doel om die vibrato te gaan vinden. Ik geef je verschillende oefeningen mee om op zoek te gaan naar je vibrato. Want bij sommige mensen zit die er al van nature in, bij andere mensen helemaal niet. Dus laten we erin vliegen. Alright, een eerste oefening om vibrato te gaan vinden is de ik zit in de gevangenis oefening. Dus we gaan een noot zingen, deze bijvoorbeeld, en we doen alsof we in een gevangenis zitten en we willen eruit. Dus dan hebben we ja. En door die trilling gaat er vibrato ontstaan. Nu, waarschijnlijk ga je mij zeggen, maar Maggie, dat is toch helemaal geen echte vibrato. En dat is waar. Allee, het is waar en het is niet waar. Het is een schijnvibrato. Door die beweging te doen, ga je je stemspieren de beweging laten doen die nodig zijn om vibrato teweeg te brengen. Nu moet dat gewoon in je spiergeheugen geraken, zodat je telkens niet dit moet doen als je vibrato wilt gaan doen. Dat zal nogal heel stom zijn. A million dreams are keeping me awake. Dat gaat niet. Dus dit is dan een goede eerste oefening om dat gevoel van vibrato onder de knie te krijgen. Een tweede oefening om een echte vibrato op te gaan zoeken is de batterij van mijn auto is plat oefening. En die gaat zo. Je moet doen alsof dat je je auto wilt starten. En uiteindelijk lukt het wel. Dus ik zal het gewoon iets voordoen. Dus we hebben op een v van vroom vroom. Hè, we doen. En dan hebben we de vibrato. Dus wat gebeurt er hier? Ik weet niet of je mijn buik kan zien. Maar mijn kuchspiertje is hier heel de tijd actief. Dus we hebben... Door telkens die impulsen te geven van mijn kuchspiertje, gaat hier alles loskomen en ontstaat de vibrato. Goed, een laatste oefening dat je kan doen is om 2 noten eruit te kiezen. Bijvoorbeeld deze. En hier heel de tijd af te wisselen. Dus dan hebben we... En zo sneller en sneller en sneller te gaan. En op een bepaald moment ga je de controle erover verliezen. Laat dat maar gebeuren en trek hem door. En dat is waar de vibrato gaat komen. We gaan dat eens samen proberen. Dus we hebben... Heb je het gehoord? Op een bepaald moment ging mijn stem helemaal... Wow!
uit controle. En dat is waar je het dan los moet laten om die vibrato zijn gang te laten gaan. En ik weet, deze oefeningen die zijn nu supersnel uitgelegd, maar dat zijn ideeën of toch kleine oefeningen om die vibrato, om daarnaar op zoek te gaan. Dat vergt heel veel oefening. Sommige van mijn zangleerlingen die werken daar maanden op voordat ze dat kunnen vinden. Dus je moet er echt bewust aan de slag mee gaan. Als je een wekelijkse oefensessie hebt, dan zou ik je echt aanraden om zo'n oefeningen erin te gaan verwerken om die vibrato helemaal onder de knie te krijgen. En eens je het onder de knie hebt, kan je dat in de praktijk gaan brengen. Ik heb vandaag gekozen voor een liedje uit The Greatest Showman, A Million Dreams. En het gaat als volgt, onze oefening, we doen... A million dreams are keeping me awake. Dus de vibrato kunnen we aan het einde van een noot zetten. Awake. Aan het begin van een noot. Awake. Of in het midden van een noot. Awake. En de bedoeling is dat je dus de vibrato toepast als mijn hand zo doet. En als mijn hand zo blijft, dan laten we die gewoon straight. De noot. Ja? We gaan dat eens proberen. En ik weet dat dit is een moeilijke oefening. Dit zou je pas moeten doen als je de vibrato gevonden hebt. Dus dit is al level 2, hè? Oké, hier gaan we. En a million dreams are keeping me awake. Alright, half toontje hoger. Hier gaan we. En a million dreams are keeping me awake. Oké, goed. Hier gaan we nog eens. En a million dreams are keeping me awake. Goed. Een laatste. Hier gaan we. En a million dreams are keeping me awake. Ja, goed. Dat verdient een virtuele high five. Super. Goed, ik hoop dat deze video u heel veel heeft bijgebracht in verband met vibrato. Is dat het geval? Deel hem dan zeker met uw vrienden of vriendinnen die ook misschien aan hun vibrato moeten werken. En dan zie ik jou volgende week terug. Dag! Zang en les met Maggie.